Hallo allemaal, mijn naam is Wim Florak. Zingen of geluidbegeleiding is mijn passie. Samen met Mikke Music neem ik jullie mee achter de schermen van een artiest of een geluidsbureau. Ik zal zeggen, veel kijk- en luisterplezier. Zo, het is vrijdag. We mogen weer beginnen. Ik ga nu naar Oostland toe. Ik ga mijn ruitsman ophalen, Richard van den Ende. En dan gaan we richting Gorinchem. En dan gaan we daar eens een feestje bouwen. Het is een bruiloft. Dus ja, het zijn vaak leuke feestjes. Leuk sfeertje. En je trouwt maar één keer, als het goed is. Zo, we zijn met Richard aangekomen. Richard is niet zo van de camera. Daarom is hij ook geluidsman geworden. Schoentjes uit in de wagen. Nou, dat is mijn geluidsman. Hoi. Die is te verwend dat hij zijn eigen haartjes doet. Dus dan laat hij zijn vrouw doen. Ja, dat is slim. Zo, Ries. Chauffeur, vertel eens. Oh nee, chauffeur slash geluidsman. En Ronnie. Ook nog. Vertel eens, waar gaan we naartoe? Gorinchem. Zo, we zijn aangekomen op plaats van bestemming. Hier achter het cafézaal is het een beetje een rommel. Maar ik heb de feestzaal al gezien. En dat ziet er gezellig uit. Even kijken. Nou, hier is vanavond te doen. Dat ziet er mooi uit, hè? Nou, Richard is niet de beste chauffeur in achteruit rijden. Maar hij heeft opgegeven. Hey Ries, wat ben je nog wel aan het doen? Ja, niks, steekie. Je zult bijna tegen de containers aan daar zo. Nee, ik kan niet, ik heb zo'n typetje erop zitten. Nou, hij pakt wel het zwaarste eruit, zie je al. De microfoonstatief. Zie je dadelijk, hè? Tot straks, hè. Waarvoor zijn die Richard? Ik ga het even uitleggen. Als ik geen bier op kunnen zetten op de boxing. Geen bier, dus dit gaat echt letterlijk op een speaker. In dit geval op de basspeakers. Zo dat mensen hun drankje niet hierop kunnen zetten. En dan glijdt hij er meteen vanaf. Dan bij zijn avondje stappen en dan wil er nog wel eens wat glazen vallen, glazen omgaan. En met de apparatuur is dat niet veilig. Zo, we zitten op Frank Dingenhout te wachten. En volgens mij komt hij net aan. Daar is hij hoor. Frankie Dingenhout, de bekende bussen van heel Nederland. En een standaard staan daar. Hè? De welke? Ik zeg, staat er een standaard? Jan Paaltjes. Kijk, hey, de nieuwe Rodi. Ja, ik ben de paaltjeshower. Kijk. Ik heb samen van de sociale werkplaats. Ja? Maar, en zelf ben ik ook niet goed. Frank, we zien iets nieuws aan ja, je. Ja, ja. Wat is dat? Ik ben modern geworden, alleen ik heb van die Chinese voetjes nou afgebonden. Zijn die niet te klein voor jou? Nou, in de lengte niet, maar wel in de breedte. Frank is op zoek naar zijn artiest. Ja. Dag vlogger van Wesley. Ja. Werkt die? Ja, natuurlijk werkt. Super. Hallo Wesley. Hey. Goedendag vriend. Hoe is het? Goed met jou? Lekker, lekker. Goed zo. Zin in? Altijd. Kom maar op met z'n allen. Dit wordt een zwoelen dag. Wie had het ooit gedaan? Dit is het moment waarop ik zo lang op heb gewacht. Ik zal eens geven voor een leven. Een leven van me zo ongeveer bestaan. Dan is niemand zo als jij. Zo, we zijn nu halverwege de avond. Ik heb nog steeds niet gezongen, maar er zijn best wel veel artiesten hier zo. Marloes staat nu te zingen. Bessie Klein is net klaar. Er staat nou nog een zangeresje klaar. En als die zangeres is geweest, dan mag ik gaan knallen. Maar goed, dat is de muziek. Ik zie haar daar,
Ja, ik weet hoe dat gaat. Daar is zo stom was afgegeven, maar ik heb het zo niet bedoeld. Kom, laat nu bij het weer eens proberen. Niet draaien, niet mee. Oké, nu de bedoeling is dat al die handjes, alle mensen die aanwezig zijn, de lucht in gaan. Mijn huwelijk naar de maan, mijn vierde aspirintje, mijn kop doet als maar pijn. Doe mij maar snel een biertje, het beste medicijn. Oh. Zo, ik heb net gezongen en ze deden heel goed mee. Ik mag dadelijk nog een keertje. Ik mag vanavond 2 keer een half uur optreden. Ik ben gewoon even buiten gaan staan, het is veel te warm binnen, echt. Luister eens, Ries. Ik ben bek af. Ik ben kapot. Mijn rug doet zeer. Niet normaal. Mijn voeten. Oh. Mijn benen. Verkouden. Mijn stembanden. Geen zin meer. Maar laten we wel heel eerlijk zijn. Even heel eerlijk tegen alles en iedereen. Die baan die wij hebben. Is geweldig. Is geweldig. Die is gewoon uniek.